Beste leerlingen, ik ga jullie leren hoe de ooglens werkt en welke correcties worden toegepast. Je ziet hier een model van een oog met uh, helemaal uh, vooraan de ooglens waar het eigenlijk om draait. Die zit vast met een spier. De ooglens die kan boller of minder bol worden. Hij wordt nooit hol en vormt een beeld. De pupil is de plek waar het licht doorheen gaat, met daaromheen de iris die het gekleurde deel geeft. En het hoornvlies is aan de buitenkant. Uh, we hebben aan de achterkant het netvlies. Het netvlies is eigenlijk het scherm waar het beeld op terecht komt, van wat je ziet. De gele vlek is ongeveer in het midden van je gezichtsveld, dat is waar je het meest mee ziet. Het meest gevoelig. En we hebben hier de blinde vlek, dat is de plek waar de oogzenuw uit de, uh, uit de oog gaat naar de hersenen. Als je iets scherp ziet, dan worden de beeldpunten op het netvlies geprojecteerd. Als ze precies op het netvlies liggen, zie je iets scherp. En het beeld is omgekeerd, het is bijna altijd verkleind. Uh, en uh, nou, de lichtstralen die lichtstralen komen vanaf de voorwerp precies bij elkaar in het beeldpunt uh, op het netvlies. Als je iets dichtbij ziet, dan uh, is de voorgrond is scherp en de achtergrond is onscherp. En uh, dat komt omdat je ooglens in sterkte aanpast. Dat gebeurt bij een fototoestel in feite ook. Daar kun je ook op een gebied scherp stellen. De voorgrond is dan onscherp, de achtergrond is dan onscherp en dat doet je ooglens ook. En op deze foto zie je heel duidelijk dat de voorgrond dat die onscherp is en de achtergrond dat die scherp is. En zelfs de verre achtergrond is dan weer onscherp. Dus afhankelijk van de afstand kun je scherp zien. Hoe gaat dat in zijn werk? En nu goed opletten, want als je hier dichtbij iets bekijkt, dan komt er een vrij groot beeld op je netvlies. En hier liggen de beeldpunten precies op het netvlies. Als je dan vervolgens iets van veraf gaat bekijken, dan gaat die ooglens zich aanpassen. Zag je het gebeuren? Hier is de ooglens vrij sterk bol. En als je iets veraf gaat bekijken, dan wordt die ooglens holler. We noemen dat, of nee sorry, eh, ho, heel fout. Het is de ooglens wordt minder bol. Het beeld wordt dan wel wat kleiner, maar de beeldpunten liggen nog steeds op het netvlies. En de lichtstralen die komen nog steeds van voorwerp naar het beeld en uh, hebben ook een richting. Deze manier van scherpstellen is heel anders dan wat gebeurt bij een fototoestel. Want bij een fototoestel moet je draaien. En bij dat draaien verplaats je de lenzen uh, ten opzichte van elkaar en kun je daarmee de beeldpunten op het netvlies brengen. En bij het oog pas je de oogsterkte aan, of de lenssterkte aan. Dichtbij betekent een sterke ooglens, en veraf betekent. Een zwakke ooglens. Goed, dichtbij en veraf scherp zien. Hoe gaat dat nog een keer? In de herhaling, hier wordt de molen van veraf bekeken. De ooglens is redelijk zwak, hij is nog wel bol en het beeld zit precies op het netvlies. Als je nu iets van dichtbij gaat bekijken, dan verplaatsen de beeldpunten naar achteren. En als de beeldpunten achterop liggen, dan liggen ze niet op het netvlies en zie je dus niet scherp. Dus dat betekent dat je moet gaan accommoderen. En accommoderen, goed onthouden, is het aanpassen van de sterkte van de ooglens. Minder sterk of sterker worden, noemen we accommoderen. Als je nu je ooglens dan sterker maakt, dan zie je de beeldpunten op het netvlies komen. De beeldpunten verplaatsen van achter het netvlies naar precies op het netvlies en dan zie je een scherp beeld. Als de ooglens. Uh, dus hier is de lens sterker. Als, de ooglens, uh, als je het dichtbij bekijkt, dan is het de ooglens sterk. Ik hou dat, uh, onthoud dat met een ezelsbruggetje. Ik noem het boekbol. Een boek bekijk je dichtbij. Als je iets van dichtbij bekijkt, dan is je ooglens sterk. Boekbol, dichtbij, sterke ooglens. Veraf heb je dus een zwakke ooglens. Dit is dichtbij en veraf scherp zien. Veel mensen hebben een probleem met hun ogen en hebben een bril nodig. Er zijn verschillende afwijkingen. De eerste die ik behandel is bijziend. Als je bijziend bent dan kun je van dichtbij goed zien, maar een beeld ver weg dat is moeilijk te zien. En dat komt omdat de lichtstralen die komen niet goed op het netvlies samen. De beeldpunten die liggen dus hier voor het netvlies en niet hier op het netvlies. En dat betekent dat je van veraf dus onscherp ziet. Dichtbij is het geen probleem, want dan liggen die lichtstralen die liggen wat verder en die liggen dan wel op het netvlies, want de ooglens is te sterk. Dus iemand die bijziend is, is de ooglens te sterk en dat corrigeren we met een negatieve lens. Die negatieve lens wordt als bril of als contactlens gebruikt en dat betekent dat die lichtstralen die gaan eerst iets uit elkaar, gaan daarna goed naar elkaar toe en komen precies samen op het netvlies. De beeldpunten liggen op het netvlies. Dus bijziend, betekent dat je dichtbij scherp kunt zien. Veraf is dan onscherp. De ooglens is te sterk. Het corrigeren gaat met een negatieve lens. In het midden dunner dan aan de randen. Eerst iets divergent bij een heel be veel beeld wat ver weg staat. Of een, nou, um, en um, hier het um, beeld precies op het netvlies. De oogafwijking verziend. Iemand die verziend is, daar. Uh, die kan veraf wel scherp zien. Die moet dan wel een beetje accommoderen, moet de lens sterker maken. Want als die dat doet, dan komen de beeldpunten die eigenlijk achter op het netvlies liggen, die liggen dan uh, voorop. Dichtbij ziet men onscherp, en de ooglens die is te zwak. Deze ooglens die buigt de lichtstralen niet sterk genoeg naar elkaar toe om hier samen te komen. We corrigeren dat met een positieve lens. De positieve lens is in het midden dikker dan aan de randen. Die buigt de lichtstalen naar elkaar toe. Deze ooglens die een beetje te zwak is, die buigt de lichtstalen ook nog een keer naar elkaar toe. En ze komen samen op het netvlies. Dan nog een derde afwijking. En die, uh, die lijkt heel erg op dat iemand uh, verziend is. Iemand die oudziend is, uh, dat zie je bij mensen die wat, uh, wat hogere leeftijd hebben. Die moeten een leesbril gaan dragen, want de ooglens wordt te zwak. Hij kan niet meer goed accommoderen. En dat wordt gecorrigeerd met een positieve lens. En je ziet dat bij mensen die vaak hun boek of krant of wat dan ook ver van zich af willen houden. En dan zie, je, dan zie je ze grijpen naar een leesbril en de leesbril heeft een positieve lens. Want de positieve lens die buigt die lichtstralen die van dichtbij komen, buigt die naar elkaar toe en vervolgens komen ze goed op het netvlies. Hier, iemand die oudziend is, die kan deze lens niet genoeg sterk maken en die zorgt ervoor dat die lichtstralen dan niet precies op het netvlies komen. Ik heb je nu geleerd uh, hoe je scherp ziet en welke oogafwijkingen er zijn. En uh, nou, dan wens ik je heel veel succes.